Ja, een bijzondere verrassing was het vanochtend voor de pendelaars in het station van Antwerpen Centraal. 48 ballerina's van het Shanghai Ballet trakteerden hen op enkele scènes uit het Zwanenmeer. Het ballet van Shanghai treedt binnenkort op in Antwerpen en wil zo bezoekers aantrekken. Op de bekende melodie van Tchaikovsky zweven de danseressen van het Shanghai Ballet door het Antwerpse Centraal Station. Ze geven de verbaasde toeschouwers een voorsmaakje van de balletvoorstelling die begin oktober in de Stadsschouwburg te zien is. Impressionant, ja, heel mooi. Het was zo, we kwamen hier aan en je ziet dat en ja, blijft automatisch staan. Prachtig, ja. De warm-up duurde wat lang, maar uiteindelijk was de uitvoering heel mooi. Ja, we hebben genoten. Het Zwanenmeer bestaat 140 jaar, maar is nog altijd een van de populairste balletvoorstellingen. En dat heeft niet alleen met de muziek te maken. Daarnaast is het ook een heel tijdloos verhaal. Het is een liefde die niet kan zijn, een beetje het aantrekkingsgevoel van Romeo en Julia. En dat gecombineerd met die prachtige witte zwanen, die met z'n allen, met hun vleugels zwaaien. Het is zo sprookjesachtig. Het Shanghai Ballet brengt het Zwanenmeer met 80 dansers en is daarmee het grootste zwanenmeer ter wereld. Wie dat wil gaan zien, kan terecht in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Dag Eddy, geen ballet Hallo. Bij jou, maar voetbal. Belangrijk nieuws uit het voetbal, want Anderlecht zit zonder trainer. Ja, sinds vanochtend, Hanne. René Weiler is dus